ben zo trots op jou dat jij er weer staat aan de andere kant van het scherm. Op je mat, maar je bent niet alleen, want wij doen met je mee. We gaan met je mee zoeren en genieten. Kom maar eens even lekker zitten op je mat, dan starten we daar zoals we dat bijna altijd doen. En dan kom je zitten op een manier waarop dat voor jouw lijf goed voelt. Kleermaker zitten is prima. Als dat niet werkt vandaag, dan zet je je voeten neer. Misschien hang je wat over je knieën heen. Je mag ook je benen strekken. Zorg maar dat je even zo min mogelijk wordt afgeleid door het fysiek ongemak. Dat komt later. Nee hoor, valt reuze mee. Oké, als je je ogen nog niet gesloten had, sluit ze dan nu. En als je dat niet prettig vindt, hou ze dan open, maar maak je blik dan zacht. Alsof je niets ziet, alsof je een beetje dagdroomt. Neem maar eens een lekkere diepe inademhaling waarbij je hem helemaal naar je onderbuik laat gaan. En op je uitademhaling mag je loslaten wat je vandaag al hebt gedaan. En op je volgende inademhaling vul je weer je lijf met verse, frisse energie. En op je uitademhaling laat je los wat er nog moet komen vandaag of morgen, volgende week. Wees maar even hier. Dat mag. Geloof me maar als ik zeg dat alles er over een uurtje wat op jou wacht en wat je nodig heeft, er straks ook nog wel is. Probeer maar eens zo met je ogen dicht jezelf voor te stellen hoe je zit op je mat. Probeer bewust te worden van je lichaam als één geheel. Breng je aandacht direct maar eens naar je ademhaling. En dan heel nieuwsgierig, met een open houding, ga je kijken en voelen hoe die ademhaling op dit moment gaat, zonder er iets aan te hoeven veranderen. Alsof je nog nooit eerder aandacht hebt gehad voor je eigen ademhaling. En dan is er eigenlijk best wel veel waar je op kan letten, waar je naar kan kijken, wat je kan voelen. Waar zit die bijvoorbeeld? Zit die wat hoger op je borst? Zit je adem wat meer richting je navel, richting je middenrif? En voelt je ademhaling oppervlakkig? Of voelt die wat dieper? En het tempo. Snel ademen, langzaam, of gewoon ertussenin. En terwijl je zo onderzoekend naar je ademhaling kijkt, weet dan dat er geen goede of foute antwoorden zijn op dit soort vragen. Er is geen bepaalde uitkomst die het beste is. Er is geen doel. Het enige doel is het kijken naar, het onderzoeken, het opletten. Wat laat je adem allemaal meebewegen? De borstkas. En zo
aantal jaar kan je dan voorstellen hoe bij elke inademhaling je ribben ietsjes uit elkaar gaan en bij elke uitademhaling ze weer wat dichter naar elkaar toe gaan. Vaak is die beweging op andere plekken ook te vinden. Daar denken we alleen niet zo snel aan. Misschien wel je bovenrug. En je schouderbladen. Je oksels, je flanken. Je onderbuik. Misschien, misschien niet. Breng dan de aandacht maar eens naar je neus. En voel daar die luchtstroom in en uit je lijf gaan. Tot waar voel je dat eigenlijk, die luchtstroom? Voelt dat bij beide neusgaten hetzelfde? Misschien een kleine pauze tussen je in- en je uitademhaling en je uit- en je inademhaling. En voel je dat de lucht die je inademt vaak wat koeler is dan de lucht die je weer uitademt. Adem rustig door. En breng je aandacht dan naar je zitbotjes. Duw ze maar eens wat steviger in je mat. Rijk omhoog met je kruin. En dan laat je vanaf je kruin als een soort warme douche. Laat je je aandacht even gaan over je voorhoofd, je oogleden, je kaken. En daarbij maak je zacht wat je kan zacht maken. Alleen diep in je lijf zijn dingen stevig en alert. Maar de rest van je lijf is voor nu nog even ontspannen. Je kaken zijn ontspannen, je lippen, je mond, je schouders, je buik, je billen. Hartstikke mooi. Dan mag je je ogen open doen. En breng je rechteroor naar je rechterschouder. Draai je door naar je kin, linkeroor, linkerschouder. Terug via het midden of hele cirkels. Gewoon even zacht de nek losmaken. Eigen tempo. Als je een plekje voelt waar spanning zit, blijf dan even hangen. Doe wat nodig is. Kijk maar of het zachter wil worden en zo niet, laat het dan voor wat het is. Weer recht naar voren. Dan mag je arm omhoog brengen. En dan pak je met je rechterhand je linker pols vast. En dan trek je die goed omhoog. En dan trek je die even lekker over je heen. Je blijft goed met je linkerbil op de mat zitten. Heel goed. Dan gaan we wisselen van kant. Pak je rechter pols vast met je linkerhand. In ieder geval de andere kant als wat je net deed. Goed, breng je handen maar achter je, dan mag je ze in elkaar verstrengelen. En dan duw je je vuisten weg van je lijf, breng je schouderbladen naar elkaar toe, je kin naar je borst. Heel goed. Kom je terug recht zitten, breng je linkerhand, breng je op je rechterknie. En dan zet je je rechterhand achter je neer. Dan maak je lengte op een inademhaling. En op een uitademhaling open je die rechter schouder. Je houdt je schouders laag. En probeer maar eens of je je navel wat richting je ruggengraat kan gaan trekken. Je probeert die linkerhand niet te veel aan je knie te laten trekken. Die twist halen we uit de schuivende buikspier.
kom je terug naar het midden. Andere kant ook even natuurlijk. Rechterhand op je linkerknie. Zet je linkerhand maar neer. Adem in, maak je lang. Adem uit, kijk maar of je wat naar achter of schuin opzij kan kijken. Blijf je hart optillen. Sterk centrum. Goed, kom je terug naar het midden. Doen we als laatste even wat zittende katkoe ademhalingen. Want ik heb er zin in om te beginnen. We hebben alle tijd hard nodig vandaag. Dus je mag je handen op je knieën leggen. Als je niet in kleermakers zit, kan het ook gewoon op deze manier. Adem maar eens lekker uit. En dan op je volgende inademhaling gaat je kin omhoog. Kantel je bekken naar voren, zodat je navel naar voren komt. En dan maak je je rug lekker hol. En op je uitademhaling krijg je kin naar je borst, maak je je rug helemaal bol. Dat doe je op een inademhaling. Open je de hele voorkant van je lijf weer. En op een uitademhaling open je de hele achterkant van je lijf. Doe je op je eigen tempo. En je maakt ze zo groot of zo klein als dat je zelf wil. En probeer dan maar eens de volgende keer dat je rond wordt om goed de aandacht naar je bovenrug te brengen. Als je inademt om toch die navel richting je ruggengraat te houden. Heel goed. Door die beweging. Alles lekker warm. En dan kunnen we straks met een gerust hart onze zonnegroetjes beginnen. Goed, nog twee. Als je in de feeststemming bent, mag je die laatste keer best even je armen meenemen, maar het hoeft niet. Super. Met je handen maar neer. Krul je tenen. Ach, doe maar gewoon op je eigen manier. Zorg maar dat je naar de voorkant van je mat komt. We blijven straks al even hangen in neerwaarts kijken in de hond bij ons eerste zonnegroetje. Kom overeind. Op je eigen manier. Voeten in de mat. Je mag ze sluiten, je mag ze op heupbreedte zetten. Niet te breed. Maak je benen maar wat sterker door je knieschijf wat omhoog te tillen. Je kan ook het gewicht wat naar je hielen brengen. Dan gaan ze ook aan, zeg maar. En dan hou je die onderbuik stil. Een beetje naar je ruggengraat. Maak jezelf weer lang van je stuitje. Duw je omhoog door je kruin. Schouders zijn ontspannen. Gezicht is zacht. Het heeft geen enkele meerwaarde om je kiezen op elkaar te klemmen. Daar word je niet langer van. Echt niet. Maak je longen maar leeg. Dan starten we met een aantal zonnegroetjes. Op je inademhaling. Strek je armen boven je hoofd. Maak je maar eens goed lang. En dan buig je op je uitademhaling. We gaan even blijven hangen. Buig je diep. Blijf maar even hangen. Dan wil ik dat je goed die knieschijf omhoog trekt en je bovenbenen aanspant. Want op het moment dat je je bovenbenen aanspant, geeft dat ruimte aan de achterkant van je benen. Voel maar eens lekker. Ga maar eens naar je grens toe, waar die spanning zit aan de achterkant. Je hoofd hangt zwaar. Je nek is ontspannen. Je gezicht is zacht. Supergoed. Dan wacht je op een uitademhaling. En op je volgende inademhaling, handen op je benen of vingertoppen op de mat, blijven we ook even hangen. Ga je proberen om je kruin zo ver mogelijk weg te brengen van je stuitje. Je stuitje zo ver mogelijk weg te brengen van je kruin. Je schouders blijven gewoon laag. Schouderbladen zijn zelfs een beetje naar elkaar toe op je rug. En dan mag je proberen je borstbeen zo bij je hart, om dat te strekken, dat langer te maken. Heel goed. Dan wachten we op een inademhaling. Heel goed. En dan zet je je handen neer. Uitademen. Stap je grote stap terug. Andere voet erbij. Staan we in een hoge plank. Maak hem maar eens even sterk. Brede schouders. Vingers gespreid. Ballen van je voet in de mat. En die benen die staan nog steeds aan. Daar gaan we. Je mag je knieën neerzetten. Je mag ook helemaal gestrekt naar de mat gaan. En dan leg je jezelf neer. Dan leg je je wreven neer. Dan haal je ellebogen dicht bij je. En dan trek je die navel weer naar binnen. Nu mag je schaambeen in de mat duwen. En dan krul je open. Niet te ver, nog gewoon een beetje. Het is de eerste van vandaag. Schouders weg bij je oren. Kin omhoog, hart omhoog. Super. Dan mag je je wreven ook in de mat duwen. Heel
Goed, kom maar weer terug. Krul je tenen. En dan ga je of via je knieën of in één keer ga je naar... Oh, lekker. De eerste neerwaarts kijkende hond. Vingers in de mat. Armen gestrekt. Hoofd hangt zwaar. Nek is ontspannen. Bovenlijf is lang. Duw je heupen maar omhoog. En dan mogen je benen nog gebogen zijn. Dat mag altijd. Je mag ze ook richting gestrekt brengen. De intentie van je hielen is richting de mat, maar dan hoeven ze helemaal niet te komen. Dat is gewoon de beweging, de energie die je uit je hielen richting de mat wil creëren. En dat kan ook met gebogen benen. Beweeg maar, swing je heupen van de ene naar de andere kant. Buig je benen één voor één. Misschien kom je lekker hoog op je tenen of zak je even diep door je benen. Zoek maar. Probeer het maar op gevoel te doen. Niet met je hoofd, maar gewoon te doen wat je lichaam wil doen. Kijk maar naar je handen. En op je volgende inademhaling maak je je klaar. Dan maak je een uitademhaling. Daarbij kom je naar voren, gewandeld, gesprongen of gestapt. Adem je in, kom je tot halverwege. Adem uit, buik diep. Adem in, kom helemaal overeind. Neem je armen maar mee. Adem uit. We gaan hem op ademhaling doen. Adem in. Helemaal omhoog. Adem uit. Zak diep vanuit je heupen. Hoofd naar binnen. Adem in. Kijk op. Maak je lang. Adem uit. Hoge plank. Direct door naar je lage plank. Adem in. Open je hart. Voorkant van je lijf. Adem uit. Neerwaarts. Kijk in de hond. In. En uit. In, buig je armen, buig je benen. Uit, stap of spring naar voren. In, maak je lang, kruin naar voren. Uit, buig diep. In, helemaal omhoog. Uit, armen langs je lijf. We doen hem nog een keer. Adem in. Kijk maar mee misschien omhoog als dat goed voelt. Adem uit. Adem in, kijk op. Adem uit, lage plank. Je mag ook boven de mat blijven hangen als je dat wil. Adem in, armen gebogen of gestrekt. Adem uit, heupen omhoog. In en uit. Kijk naar voren, maak je klaar. Adem in, adem uit, stap, spring, wandel. Adem in, maak je lang. Adem uit, buig diep. In, kom helemaal overeind. Adem uit, armen langs je lijf. Adem in. En uit. En in, kijk op. Uit, lage plank, eigen manier. In, opwaarts kijkende hond of cobra. Uit, neerwaarts kijkende hond. Breng het gewicht op je handen en je linkerbenen. Strek je rechterbeen dan omhoog. En dan mag je die heupen openen. Dus mag je die rechterheup over die linker tillen. En dan mag je je been buigen. En misschien draai je even lekker cirkels met je voet. Je rechtervoet. Misschien kijk je wel onder je oksel door. Even strekken, even openen. Heel goed. En dan strek je hem in naar achter. En dan zet je hem aan de buitenkant van je rechterhand. Dus dan is die aan je pinkkant. En dan duw je de bal van je achterste voet in de mat. En dan kom je zo laag mogelijk hangen met je heupen. En als je je knie wil neerzetten, is dat helemaal prima. We zetten nu allemaal onze knie even neer. Heel goed. Gaan we even wat ruimte zoeken in dat heupgewricht. Zoek maar wat beweging. Als je wat verder naar voren wil lopen, dan mag dat. Als je je knie wat naar buiten wil laten hangen, dan mag dat. We zijn nog steeds aan het opwarmen. Met je handen mag je een beetje naar links gaan lopen. En een beetje van je af. Kom maar zo laag als je kan. Loop die rechterhand nog maar eens wat verder. Goed, dus mag je terugkomen. En dan loop je helemaal naar achter met je gewicht. En dan trek je de tenen van je rechtervoet naar je toe. En dan maak je even lang.
En dan kom je wat dieper en dan zoek je de strekking op aan de achterkant van je rechterbeen. En vaak helpt het dan om je bekken wat naar voren te kantelen, zodat die beweging vanuit je heupen komt. Heel goed, zet je voet weer neer, zet je handen weer neer. Maak je achterste been sterk, strek het weer. Sleep dat been mee naar achter. Steek er nog één keertje lekker de lucht in. Strek je armen, zet hem maar neer. Linkerbeen, steek hem omhoog. Breng die linkerheup over de rechter heen, zodat je een strekking gaat voelen aan je linkerkant. Voel je hem niet, geen zorgen, ook prima. Buig je been maar. Misschien draai je cirkels met je enkel of met je knie. Kijk maar wat je wil. Onder je oksel mag je meekijken. Hoeft niet. Strek hem maar door naar achter. Trek hem naar je toe en breng hem naar je linkerhand, je pinkykant. Kom eerst maar eens even lekker laag hangen. En als je dan hangt in dat bekken soort van, dan hang je niet echt alleen maar te loungen. Hè? Je blijft dit activeren, je blijft je benen activeren. Je bekkenbodem til je wat omhoog en je navel trek je naar je ruggengraat. Super goed, zet je knie maar neer. Gaan we die ruimte hier wat zoeken. Kom wat naar voren, beweeg. Blijf stil hangen. Heb aandacht voor waar je dit allemaal voelt. En als je er klaar voor bent, dan loop je wat naar de rechterkant. Weg van je heupen. Strek je jezelf linkerhand wat verder dan je rechter. Kom weer terug naar het midden. Loop helemaal door naar je knie, zodat je linkerbeen strekt. Trek de tenen naar je gezicht. Maak je lang, til je hart op en kom dan wat lager. Misschien ben je hier ook prima. Ik wil alleen maar dat je hier een strekking voelt. En voor sommige mensen betekent dat iets dieper. Misschien blijf jij lekker wat hoger. Allemaal prima. Oké, zet ze maar weer plat neer. Zet je handen naast je voet. Maak je achterste been sterk. Til je knie op. Sleep dat been. Steek hem nog even lekker de lucht in. Zet hem naast je rechter. Kijk dan meteen naar je handen. Adem in, maak je klaar. Adem uit, stap naar voren. Adem in, maak je lang. Adem uit. Adem in, kom helemaal omhoog. Adem uit, armen langs je lijf. Heel goed. Ik denk dat je warm bent. Ik ben best een beetje warm. Laten we het nog wat warm gaan krijgen. We gaan zonnegroetjes doen. En daar voegen we steeds een klein beetje aan toe. Ik ga niet heel ver op reis, we nemen niet zo gek veel mee vandaag. Toch wel een beetje. Dus adem uit, zorg dat je klaar staat, glimlach, geniet. Pas aan hè, wat je wil, als je dingen niet wil doen of dingen wil overslaan, voel je vrij. Let goed op jezelf. We waren bij een uitademhaling of een inademhaling. Breng je armen omhoog en dan met een sterk lijf buig je op je uitademhaling helemaal naar rechts. Blijf die linkervoet goed in de mat. Adem in, kom weer terug naar het midden. Gaan we de andere kant op. Adem uit. Adem in, terug naar het midden. We gaan naar beneden. Adem uit. Adem in, maak je lang. Kijk op. Adem uit, dagenplank op je eigen manier. In, open de voorkant. Adem uit, heupen omhoog. Adem in. En uit. In, buig je armen, buig je benen. Uit, stap, spring of wandel. In, maak je lang, schouders laag. Uit, buig, diep. In, helemaal omhoog. Uit, armen langs je lijf. In, armen op. We gaan weer strekken. Eerst naar rechts. Uit. Sterk lijf. Navel naar je rug. Gaat in midden. Uit naar links. Misschien al een beetje dieper. Misschien ook niet. In midden. Uit vanuit je heupen. Helemaal naar beneden. In, op. Kijken, lang maken. Hoge plank. Hoge plank. Hoge plank. Blijf hangen. Til je rechterbeen op. Zet je tenen op je Achillespees. Op je hiel. En dan gaan we een buiging maken met onze armen. Een heel klein beetje. Of een heleboel. En weer terug omhoog. Dan zet je die rechtervoet neer. Dan breng je die linker tenen op je rechterhiel. En dan doen we hetzelfde. Buig je armen. En weer terug omhoog. Mag ook met je knie op de mat straks. Beide benen weer op de mat. En we gaan door. Zak naar de mat op je eigen manier.
Adem in, open. Adem uit, heupen omhoog. In en uit. In, maak je klaar. Uit, stap of spring. In, maak je lang. Uit, buig diep. In, helemaal omhoog. Uit, armen langs je lijf. In, armen omhoog. Uit, stretch naar rechts. In, terug omhoog. Uit, stretch naar links. In, terug omhoog. Uit, helemaal naar beneden. In, maak je lang. Uit, hoge plank. In, zet je rechter tenen op je linkerhiel. Uit, buig je armen. In, zet je voet neer, strek je armen. Uit, wacht. In, linker tenen op je rechterhiel. Uit, buig je armen. In, zet je voet weer terug. Uit, leg jezelf neer. In, til je borst op, til je voeten op. Je handen blijven onder je schouders. Je maakt je schouderbladen richting elkaar. Je schouders zijn weg bij je oren. En in plaats van dat je echt omhoog wil, mag je proberen om juist weg. Je hoofd naar voor en je voeten naar achter. Dat zorgt er ook voor dat je omhoog komt. Doe je schaambod maar stevig in de mat. Maak je billen actief, je rug actief. Adem rustig door, het is zo voorbij. Heel erg goed. Fuuu, uit ademhaling zet je handen weer waar ze moeten. We gaan gewoon naar onze cobra of opwaarts kijkende hond. Via je knieën, neerwaarts kijkende hond. Daar gaan we. Maak je klaar, adem in. Adem uit, kom naar voren. Adem in, maak je lang. Adem uit, buig. Adem in, kom helemaal omhoog. Adem uit, armen langs je lijf. Adem in, armen omhoog. Stretch je naar rechts, uit. In, terug omhoog. Uit, naar links. In, terug omhoog. Uit, helemaal naar beneden. In, kijk op, maak je lang. Uit, hoge plank. In, rechter teen op je linkerhiel. Uit, buig. In, zet je voet neer, strek je armen. Uit, wacht, brede schouders. In, linker teen op je rechterhiel. Uit, buig. In, strek je armen, zet je voet neer. Uit, leg je neer. In, til op. Uit. In. En leg jezelf maar neer. In, open je hart. Uit, neerwaarts kijkende hond. Duw je vingers in de mat, strek je armen, ontspan je nek, ontspan je kaken. Daar gaan we. Op een inademhaling strek je rechterbeen naar achter. Adem uitbrengen naar je rechter elleboog, schouder of bovenarm. Of misschien je pols mag ook. In, strekken naar achter, we gaan kruisen. Uit, linkerarm. Knie naar je linkerarm. In, strekken naar achter. Uit, zetten maar door. Achterste hiel komt op de grond. Dan weet je het al, dan gaan we naar krijger 1. Daar gaan we. Op een inademhaling kom je helemaal omhoog. Dan houden we deze heel even vast. Naar krijger 1 is je voorste been gebogen, je knie wijst recht vooruit. Je achterste been is zo gestrekt mogelijk. Mag je de hele binnenste lijn activeren door dat binnenboogje omhoog te trekken. Je navel helemaal naar je ruggengraat. Je hart is gelift. En dan mag je omhoog kijken of naar voren kijken. Je mag je armen strekken, sluiten. Mag allemaal. Oké. We wachten op een inademhaling. En op je uitademhaling breng je handen achter je rug. Duw je handen van je af, adem in. We gaan door in de flow. Kom naar voren. Supergoed. Laat je handen los. Trek je armen voor je uit. Rijd maar even. En dan breng je je rechterhand aan de binnenkant van je been. En je linkerhand omhoog. Ja, ben je er? Hartstikke goed. Hoef je nu eigenlijk alleen maar omhoog te komen naar een omgekeerde krijger. Voorste hand rechts is hoog. Achterste hand is laag. Supergoed. Van hieruit gaan we naar een krijger 2. Rechterhand naar voor, linkerhand is naar achter. Die achterste hand komt via beneden naar je rechterhand. En dan draai je alsof je een bal, breng je handpalmen maar eens naar elkaar toe. Alsof je een bal vast hebt, draai je linkerarm omhoog en je rechterarm naar beneden. En dan mag je best wat dieper in het voorste been zakken en probeer maar je hele lijf te openen. Supergoed.
Hou die bal vast. Laat je hiel maar omhoog komen en rijk naar voren. Heel goed. En dan stappen we naar voren. En meteen in de stoelhouding. Heel goed. Je voeten zijn gesloten, je knieën zijn gesloten, je handen zijn voor je hart. En dan adem je in en dan til je hielen even op. Til je hart op. En op een uitademhaling zet je je hielen neer en dan gaat je linker elleboog naar je rechter knie. Heel goed. Mocht je dat niet redden, dan doe je het met je handen. Dan staat je pols bij je rechter knie. Geen probleem. Oké. Til nu je linkerbeen op. Misschien helemaal, misschien hou je hekken je teen bij de vloer. En dan ga je een hele grote stap proberen terug te nemen. Ah, heel goed, ja zo ja. Supergoed, laat je armen maar los. Rijd ze weer naar voren. Zet ze neer. Ga naar je hoge plank. Zet jezelf neer. Ga naar je lage plank. Adem in, open je hart. Adem uit. Andere kant is aan de beurt. Adem in, linkerbeen omhoog. Adem uit, linkerknie, linkerarm. Adem in, strek hem naar achter, gewicht naar achter. Adem uit, linkerknie, rechter elleboog. Adem in, strek hem naar achter. Adem uit, zet hem neer, achterste hiel is plat. Adem in, krijg er 1. Bij krijg er 1 probeer je zoveel mogelijk dat bekken naar de voorkant van je mat te krijgen. Dat gaat niet helemaal gebeuren, dat hoeft ook niet. En ik wil dat je voorzichtig doet met je achterste knie. Maar zoveel mogelijk probeer je die rechterheup naar voren te krijgen en die linkerheup wat naar achter. Trek dat bovenbeen stevig in die kom die daar ergens zit, geloof me. Heel goed. Dan wachten we. Staan we voor. Links. Heel goed. Wacht op een inademhaling. Adem uit, breng je armen maar naar beneden. Doe je vuisten, handen verstrengelen. Duw ze van je af. En dan kom je helemaal over je voorste been. Supergoed. Laat je handen los. Rijk even naar voren. En dan gaat die linkerhand aan de voorkant. Rechterhand omhoog. Open maar een beetje naar het plafond. Kom overeind. Laat je armen even los. Gewoon doorademen waar je maar wil. Maak je lang. En kom naar krijgen 2. Linkerarm naar voren. Rechterarm is naar achter. Achterste arm via de zijkant. En dan pak je die bal vast. En dan draai je linkerhand naar beneden, je rechterhand omhoog. En dan maak je je lang en sterk. En dan draai je die bal terug en dan komt je hiel omhoog. En dan zet je je af en dan sluit je je handen en dan sta je in een stoel. En dan til je je hielen op en je hart op. En op je uitademhaling breng je je rechter elleboog naar de buitenkant van je linkerknie. Til je rechterbeen maar op of alleen je hiel. En dan stap je terug. Strek je armen voor je uit, maak je lang. Zet je handen op de mat, maak je sterk. Kom naar je hoge plank. Via je knieën opgestrekt naar je lage plank. Adem in, open. Adem uit, neerwaarts kijkende hond. In en uit. Maak je klaar. Op een uitademhaling stap je naar voren. In, maak je jezelf lang. Uit, buig je diep. In, kom overeind. Uit, armen langs je lijf. En dan gaan we heel even onze ogen sluiten. En even checken hoe ons lijf er aan toe is. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb het al een beetje warm. Ach, en we zijn er nog lang niet. Ja, goed. Het is een bemoedigende woord, al. Maar je kan dit. Wij doen met je mee. Check het maar eens. Hoe is het met je hartslag? Hoe is het met je temperatuur? Wat voel je? Voel je wat ruisen? Voel je champagnebubbels door je lijf? Voel je vermoeidheid? Voel je kracht? Voel je... Maakt niet uit wat je voelt. Maar onderzoek het. Kijk ernaar. Sta er even stil bij. Zijn er bepaalde plekken in je lijf die direct je aandacht vragen? We gaan het nog zo vaak mogelijk doen. En heel af en toe blijven we hangen bij een bepaalde houding om die heel even het langer vast te houden. Ik weet nog niet bij welke, als ik heel eerlijk ben. Mag ik een voorkeur uitspreken? Of juist niet? Savasana. Eindontspanning komt straks. Okay. Zet je voeten heel dichter naar elkaar, mag je zoals wij er hebben staan. Ontspan je lijf. Richt je op van binnenuit.
glimlach, adem uit, daar gaan we. Op een inademhaling, armen omhoog, we gaan stretchen naar rechts, adem uit. Adem in, kom naar het midden, adem uit, stretch naar links. Adem in, midden, we gaan vanuit de heupen buigen, adem uit. Adem in, maak je lang, ga naar de hoge plank, adem uit. Adem in, rechte teen op je linkerhiel, adem uit, halverwege. Adem in, strek je armen, zet je voet neer, adem uit, hou hem vast. Adem in, linker tenen op je rechterhiel, adem uit, buig een beetje. Adem in, strek je armen, zet je voet neer, adem uit, leg jezelf neer. Adem in, til je borst op en je voeten op, adem uit. Adem in, strek jezelf weg bij de mat, adem uit, leg je neer. Adem in, krul open dat lijf, adem uit, heupen omhoog, we gaan direct beginnen. Adem in, rechterbeen omhoog. Adem uit, rechter knie, rechter elleboog. Adem in, strek je been van je weg. Adem uit, linker knie, linker elleboog. Adem in, strek hem weg. Adem uit, zet hem naast je duim, achterste voet plat neer. Adem in, krijg er één. Adem uit, handen op je rug. Adem in, duw je vuisten van je af, open je hart. Adem uit, kom naar voren. Adem in, laat je handen los, trek je armen even naar voren. Adem uit, rechterhand langs je been, linkerhand omhoog, hou maar even vast. Heel goed, als je nou moe bent of je kan niet meer, mag je best die elleboog neerzetten. Als je wat dieper wil, zak je wat dieper. Je mag het helemaal zelf weten. Ook je kijkrichting is misschien wel naar je bovenste hand, maar misschien is die voor je balans liever richting de mat of richting je voet. Dat was het wel. Blijf het voorste been diep buigen terwijl we omhoog komen. Linkerhand naar je been, rechterhand omhoog. Strek je flank, krijg er twee. Rechterhand naar voren, linkerhand naar achter. Adem in, achterste hand komt naar voren, pak die bal. Adem uit, strek jezelf, buig het voorste been wat dieper. Adem in, achterste hiel omhoog, rijd naar voren. Adem uit, stoelhouding, handen voor je hart, benen zijn gebogen. Adem in, til je hart op en je hielen. Adem uit, linker elleboog, rechter knie. Adem in, til je linker hiel of je hele voet op. Adem uit, zet hem maar neer. Adem in, armen naar voren. Adem uit, handen plat op de mat. Adem in, hoge plank. Adem uit, lage plank. Adem in, opwaarts kijkende hond. Adem uit, heupen omhoog. Direct door, adem in, linkerbeen omhoog. Adem uit, linker knie, linker elleboog. Adem in, strekken we uit. Adem uit, rechter knie, elleboog. Adem in, strekken we uit. Adem in, linker duim. Adem in, krijg er één, kom helemaal omhoog. Adem uit, armen naar je rug. Verstrengel je vingers, adem in, open je hart. Adem uit, zak zo diep als je wil. Adem in, breng je armen maar naar voren. Adem uit, linkerarm aan de binnenkant, rechterarm omhoog, schouders breed, navel naar je ruggengraat. En je kan die arm tegen je been gebruiken om nog meer je borst te openen, je rechterschouder boven je linker te krijgen. Heel goed, we gaan lekker omhoog zwaaien naar die omgekeerde krijgen, daar gaan we. Krijgen twee, adem uit, links naar voren, rechts naar achter. Adem in, breng die hand maar naar voren, pak die bal vast, adem uit, rijk, rijk, rijk. Achterste been is ook sterk, hè? In, rijk naar voren, hiel is omhoog. Uit, handen voor je hart, stoelhouding. In, lift je hart, lift je hielen. Uit, rechter elleboog, linker knie. In, til je hiel of heel je voet op. Uit, stap terug. In, armen naar voren. Uit, handen op de mat. In, hoge plank. Uit, leg jezelf neer. In, omhoog. Uit, neerwaarts kijkende hond. In. En uit. Kijk naar voren. Stap of spring. Adem in, maak lang. Adem uit, buik diep. Adem in, helemaal omhoog. Adem uit, armen langs je lijf. Voordeel, hè? Gewoon een pauzeknop. Ik weet het niet. Misschien gaan we even koffie drinken tussendoor. Ik zou het niet doen, maar we gaan het misschien nog wel twee keer doen. Ik denk dat we daar tijd voor hebben.
mag ook pauze nemen. Mag ook een kindhouding wachten. Mag het wat minder sterk maken door wat hoger te blijven, wat minder diep je benen te buigen. Andere dingen met je armen te doen als wat wij doen. Maar als je nog helemaal niks voelt, mag je ze ook gerust dieper buigen. En wat langer strekken. Klaar voor? Heel goed. Adem uit. Adem in. Arm op. Adem uit. We stretchen. Adem in. Terug naar het midden. Andere kant op. Adem uit. Neem je tijd. Adem in. Terug naar het midden. Lange beweging. Helemaal naar beneden. Adem in. Kijk op. Maak je lang. Schouders laag. Adem uit. Hoge plank. Adem in. Rechte tenen op je linkerhiel. Adem uit, buig. Je mag ook je knieën neerzetten. Adem in, strek je armen, zet je voet neer. Adem uit, wacht. Adem in, linker teen op je rechterhiel. Adem uit, buig. Adem in, strek je armen, zet je voet neer. Adem uit, leg jezelf neer. Adem in, til op, adem door, houd het zacht. Adem uit. Adem in, leg jezelf neer, we gaan door. Adem in, opwaarts kijkende hond of cobra. Adem uit, neerwaarts kijken rond. Adem in, rechterbeen omhoog. Adem uit, rechterknie, rechterarm. Adem in, strek je hiel naar achter. Adem uit, rechterknie, linkerarm. Adem in, strek hem naar achter. Adem uit, sweep hem door naast je duim, achterste hiel neer. Adem in, krijg er 1. Adem uit, armen naar achter, verstrengel je vingers. Adem in, open je hart. Adem uit, kom naar voren, zo laag als je wil. Adem in, handen los, zwaai ze maar even naar voren. Adem uit, rechterarm aan de binnenkant, linkerhand omhoog. Adem in, omgekeerde krijger. Adem uit, rust in, krijger 2. We staan er niet met een holle rug in, ook niet met een bolle rug. Probeer je bekken neutraal te houden, je stijtje naar beneden te reiken. Je kruin omhoog, je hart op te tillen, je navel naar je rug gaat. En wat er gebeurt is, als je heel dat lijf opent naar die linkerkant, dan wil die linkerknie mee. Maar die stuur je terug, zodat je ze naar buiten rolt. En ook die achterste heup, dat bovenbeen, probeer je naar achter te rollen. Je moet de rand van je achterste voet stevig in de mat. Heel goed. Dan gaan we verder. Achterste hand komt via beneden. Handpalmen naar elkaar, daar gaan we. Draai open, linker schouder boven rechter schouder. Draai weer naar voren, hiel komt omhoog van je achterste voet. Stap naar voren, handen voor je hart. Sta laag. Adem in, til je hielen op en je hart. Adem uit, linker elleboog, buitenkant rechter knie. Adem in, til je voet op links. Adem uit, stap door, grote stap. Adem in, zwaai naar voren. Adem uit, handen op de mat. Adem in, hoge plank. Adem uit, lage plank. In, til op. Uit, heupen omhoog. In, linkerbeen omhoog. Uit, linkerknie, linker elleboog. In, strek hem uit. Uit, linkerknie, rechter. Adem in, strek hem uit. Zet hem door. Hier is op de grond. Adem in, krijg er 1. Adem uit, handen op je rug. Adem in, duw van je af. Adem uit, kom naar voren. Adem in, zwaai je handen naar voren. Adem uit, linkerhand beneden, rechterhand boven. Adem in, omgekeerde krijger. Adem uit, krijger 2. Adem in en uit. En dan wil ik dat je probeert de sterkheid, de kracht, de stevigheid van je benen te voelen. En de lengte en lichtheid in je bovenlijf. Zachtheid in je gezicht, zachtheid in je schouders, in je vingers. 2. Heel mooi samen naast elkaar bestaan. Daar gaan we. Achterste hand komt naar voren. Draai je lijf open. Kom terug naar voren. Hiel omhoog. Grote stap. Handen voor je hart. Til je hielen op. Maak je lang. Rechter elleboog. Linker knie. Adem in. Rechter hiel. Op voet omhoog. Adem uit. Stap hem door. Adem in. Maak lang. Adem uit. Handen op de mat. Adem in. Hoge plank. Adem uit, leg je neer of blijf er boven. In, open. Uit, omhoog. In en uit, door je neus. Kijk naar voren, maak je klaar. Heel goed. Adem in, maak je lang.
Adem uit, buik diep. Adem in, helemaal omhoog. Adem uit, voeten breed, ogen gesloten. Dat in- en uitademen door je neus. Dat is een hele mooie graadmeter. Dat zegt je waar je bent, waar je lijf is. Je adem is een hele goede leraar. Een hele wijze leraar. Luister daarna. Als je merkt dat je adem stokt. Dat die vastloopt. Dat je hem klemt. Dat die oppervlakkig wordt. Dat je hem niet meer kan vinden. Dat is niet goed. Dan ga je te ver. Dan werk je te hard. Dan ga je even naar kindhouding. En dan rust je en dan pak je het weer op. Als je weer mee kan doen. Laatste rondje. En alles achter elkaar doen. Stoppen volledig met nadenken. Luister maar gewoon naar mijn stem. En mocht je nou halverwege ergens een linkerhand naar rechts uitsteken. Terwijl andersom de bedoeling was. Lekker belangrijk. Adem uit. Adem in, armen op. Adem uit, stretch naar rechts. Adem in, kom naar het midden. Adem uit, stretch naar links. Adem in, maak je lang. Adem uit, buig vanuit je heupen. Adem in, kijk op. Adem uit, hoge plank. Adem in, til je rechter tenen naar je linkerhiel. Adem uit, zak een beetje. Adem in, voeten neer, armen recht. Adem uit, brede schouders. Adem in, linker tenen, rechterhiel. Adem uit, halverwege. Adem in, strek je armen, voeten neer. Adem uit, leg je neer. Adem in, til op. En uit. Adem in, maak je lang. En uit. Adem in, nu mag je. Yes. Adem uit, heupen omhoog. Adem in, rechterbeen, strek hem uit. Adem uit, naar je rechterarm. Adem in, strek hem uit. Adem uit, linkerarm. Adem in, maak je lang. Adem uit, hiel neer, voet naast je rechterduim. Adem in, krijg er één. Adem uit, handen op je rug. Adem in, open. Adem uit, buig naar voren. Adem in, handen komen mee. Adem uit, rechterarm aan de binnenkant, linkerarm omhoog. Adem in, omgekeerde krijger, rechts is hoog, links is laag. Adem uit, krijger 2. Adem in, hand komt naar voren. Adem uit, open even. Adem uit, terug naar het midden, hiel is hoog. Adem uit, stoelhouding. Adem in, til je hielen op. Adem uit, linker elleboog, rechter knie. Adem in, til omhoog. Adem uit, stap naar achter met links. Adem in, strek jezelf. Adem uit, handen op de mat. Adem in, hoge plank. Adem uit, leg je neer. Adem in en uit. Goed bezig. Adem in, linkerbeen, je kan dit. Adem uit, knie naar je linkerarm. Adem in, strek uit. Adem in, uit. Adem maar gewoon. Heel goed, zwiep je voet naar voren naast je linkerduim. Kom omhoog voor krijger 1. Breng je handen op je rug, verstrengel je vingers. Adem in, open. Adem uit, kom naar voren, laat je handen los. Adem in, neem ze mee. Linkerarm aan de binnenkant, rechterarm omhoog. Omgekeerde krijger, zwiep maar helemaal omhoog. Krijger 2, links is voor, rechts is achter. Achterste hand komt naar voren. Open, open, open. Terug naar het midden, hier omhoog. Grote stap, stoelhouding, voeten gesloten. In, hier op. Uit, rechter elleboog, linker knie. In, rechter voet gaat naar achter. Uit, zet hem daar maar neer. In, armen op. Uit, handen op de mat. Hoge plank. Knieën neer. Heupen naar je hielen, ja echt. Hoofd en hart naar de grond. Wat een yogi held ben je, zeg, daar aan de andere kant. Super goed gedaan. Je mag je armen naar voren gestrekt houden. Je mag ze naar je hielen brengen. Doe maar, geen regels hier in deze kindhouding. Behalve dan zoveel mogelijk overgave naar de mat toe. Zoveel mogelijk loslaten. Voel maar eens of je je adem op je bovenbenen kan voelen bewegen. Kijk maar eens of je
je hart voelt kloppen. Probeer maar eens je onderbuik te ontspannen. Je hoeft geen navel meer richting je ruggengraat te trekken. Dan mag je je billen ontspannen in je bekkenbodem. Ontspan ook de kleine dingen waar je niet aan denkt. Je tenen, je vingers. Ontspan je slapen. En ook de tong in je mond. Ontspan je hartstreek. Komen zitten op de mat. En dan spreid je je voeten. En dan duw je je zitbotten goed in de mat. En dan maak je nog een keertje lang. Dan gaan we even nog wat lekker rekken en strekken. Dan zet je je handen voor je. Misschien voel je nu al waanzinnig veel aan de binnenkant van je benen of aan de achterkant van je benen. Ik weet het ook niet. Misschien moet je even op zoek gaan. En dat kan je doen door rustig naar voren te wandelen. En dan kom je vast wel ergens een grens tegen. En als je die grens vindt, ga je daar lekker even tegenaan schurken. En dan haal je misschien nog eens wat dieper adem helemaal naar je buik. En dan zoek je op je inademhaling lengte. Door je kruin van je weg te reiken. Door je hart op te tillen. En misschien op die uitademhaling zak je een beetje in die ruimte. En adem je nog een keer in. En dan zoek je weer even die lengte. En op je uitademhaling zak je weer een beetje dieper. En dan loop je met je handen helemaal naar je rechterbeen. En dan is je borst richting je knie. Je handen staan misschien aan weerszijden van je been. Dan breng je je rechterhand aan de binnenkant van je been. En dan ga je openen zachtjes. Til je die linkerarm over je heen. En die hou misschien achter je hoofd. Misschien gaat hij naar je teen toe. Misschien breng je hem achter op je rug, kan ook. De bedoeling is gewoon dat je een beetje open naar het plafond, dat je een beetje hangt. Een strekking misschien wel voelt aan de linkerkant van je nek. Aan de linkerkant, de zijkant. Draai weer terug met je borst richting de vloer en dan loop je hand voor hand helemaal naar je linkerbeen. Beginnen we eerst weer even met de borst over het been. Je hart is richting je knie. Je handen zijn op je been of naast je been. Probeer alles maar richting die knie te draaien. Super goed. Breng je linkerhand aan de binnenkant. En op je eigen manier ga je dan openen. Het ligt ook een beetje aan hoeveel ruimte je hebt gekregen. Of hoeveel je hebt gecreëerd. Waar die arm gaat hangen. Ik vind hem lekker op mijn rug. Anderen vinden hem lekker over hun hoofd. En sommigen vinden er überhaupt helemaal niks aan. Dat kan ook, dus zo voorbij. Dus je kan lekker je hoofd lekker zwaar hangen. Goed, draai je weer terug, wandel naar het midden. Loop nog even zo ver als je kan. En kom weer terug omhoog. En dan sluit je je benen. En dan rol je jezelf af op je rug. Ik had nog allerlei bootjes in gedachten, maar je hebt al zo hard gewerkt. Ik bewaar ze voor volgende week, beloofd, bij deze. De ruiten wissel je benen maar eens even. Dus dan zet je je voeten onder je knieën. Benen zijn gebogen. Zet ze maar lekker breed. En dan wiebel je even van links naar rechts. Als een soort ruitenwisser. En heel
misschien trek je nog even je knieën stevig naar je borst toe, mocht je daar behoefte aan hebben. Of strek je voeten even naar het plafond, want het is tijd voor de eindontspanning. Dus leg jezelf neer. Je voeten uit elkaar, je handen weg van je lijf, handpalmen naar boven. Check maar even hoe dat voelt. En als je ondersteuning nodig hebt onder je knieholte of onder je hoofd of je hebt een deken nodig, neem daar dan even de tijd voor. Het is belangrijk dat je goed en zacht ligt, dat je goed kan ontspannen en je helemaal kan overgeven aan die laatste, maar oh zo belangrijke houding. Dus niet op pauze zetten, aankleden en wegwezen. Nee, ga nog even liggen. Neem een paar minuten. Maar in door je neus, laat je buik maar opbollen. Adem uit door je mond, laat los wat je kan loslaten. Doen we nog een keer. Adem in. Ah, en uit. Adem in, laatste keer. En uit. En zo'n uitademhaling is super geschikt om los te laten. Ze hebben gekeken. En het is zo. Dat op microscopisch niveau, elke keer dat je inademt, dat alles omhoog gaat. En elke keer dat je uitademt, dat alles een klein beetje daalt. Je hartslag, je bloeddruk. Dus die uitademhaling is bij uitstek geschikt om los te laten. Dus je ademt in, dan neem je tot je nieuwe energie. En op je uitademhaling laat je los wat je niet meer dient. En natuurlijk is dat lucht, maar het mag dus ook spierspanning zijn. Maak je gezicht maar eens zacht. Laat je schouders maar naar de mat zakken. Maak je armen zwaar, loom, rust. Je benen, je knieën, je enkels. En als die uitademhaling lucht en spierspanning kan loslaten, wie weet, kan het ook helpen om bepaalde gedachten los te laten, bepaalde angsten. Bepaalde boosheid, irritatie. Het dient je op dit moment toch niet. Dus laat maar los. Komt wel weer terug als je het nodig hebt. Vertrouw daar maar op. Maar laat het voor nu even los. Want nu is alles helemaal goed. Op dit moment is alles precies zo zoals het moet zijn. Soms als we een dag hebben waarop het lastiger is dan anders om niet steeds meegenomen te worden door die gedachten, helpt het om steeds een zinnetje wat iets voor je betekent in je hoofd te herhalen. Maak dat zinnetje altijd positief en maak het in tegenwoordige tijd. Dat kan iets heel simpels zijn. Ik vertrouw of ik heb lief. Alles is goed. Maar ook ik adem. Kijk maar wat voor je werkt.
alerter worden. Je bent wat bewuster van je ademhaling, van je lijf, wat daar ligt te rusten. En je lichaam als geheel, van je kruin tot je tenen, je voor, je achterkant, helemaal van je linkerhand naar je rechterhand. Beweeg je vingers maar eens, misschien maak je wel even vuisten, misschien ook niet. Beweeg je tenen maar eens, trek ze naar je toe of duw ze van je af. En dan laat je die beweging zo verder stromen in je ledematen. En dan rek je je uit of je maakt je klein. En soms is het fijn om nog heel even op je zij te rusten. En je mag al die tijd gewoon je ogen gesloten houden, als je dat wilt. Kom langzaam overeind als je er klaar voor bent. Breng de aandacht naar je hartstreek. En kijk maar eens of je daar een gevoel van warmte, van liefde en van dankbaarheid kan opwekken. Dankbaarheid voor je lijf, voor je lichaam, dat weer zo hard heeft staan werken. Dankbaarheid voor je hart, wat onvermoeibaar klopt. Voor je longen, voor je voeten, voor je handen. Dankbaarheid vult je hart. Neem het mee vandaag, die dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat je meedeed met ons. Goed gedaan. Ik wens je liefde in je hart. Ik wens je liefde in je hoofd. En ik wens je liefde in de woorden die je uitspreekt. Naar jezelf en ook naar een ander. Dankjewel. Namaste.